Suriname en Guyana streven al enige tijd naar het versterken van elkaars markteconomieën en tegelijkertijd naar het zoveel mogelijk verwijderen van restricties op het doen van zaken. In dit kader heeft de Guyana-Suriname Private Sector Business Council gisteren een bezoek gebracht aan president Santokki. Het doel van dit bezoek is om op presidentieel niveau de private samenwerking tussen Suriname en Guyana te intensiveren met de private sector als motor van groei en ontwikkeling. Een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid onder leiding van minister Ramadin heeft afgelopen donderdag een bezoek gebracht aan het Frans-Guyanese West Guyana Hospital Center in San Laurent du Maroni. En hierbij is er een MOU getekend voor de vaststelling van diensten op het gebied van de gezondheidszorg tussen de ministeries van Volksgezondheid van Suriname en Frans-Guyana. Er zal een samenwerking komen op het gebied van patiëntenuitwisseling, onderwijs en het uitwisselen van kennis. De Economische Controledienst heeft controlewerkzaamheden uitgevoerd in het Brokopondo-gebied waar er enkele overtredingen zijn geconstateerd. Tijdens de controle afgelopen woensdag is gebleken dat de producten veelal niet voorzien zijn van een prijs. Daarnaast is er sprake van prijsopdrijving op spijs, olie en water. De prijscalculatie is samen met de winkeliers gepleegd en terstond moesten de prijzen worden teruggedraaid.